yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Steven en vandaag gaan we natuurlijk weer verder aan de Gunsmith serie. Voor de mensen die nieuw zijn bij deze serie, het is de bedoeling dat ik 2 potjes Free for All win met het desbetreffende wapen waarmee we moeten spelen. En ik moet alle wapencategorieën afgaan, zeg maar. Dus de bedoeling is, wij zitten nu bij de Assault Rifles. We hebben de submachine guns, hebben we al helemaal voltooid. Dus het is de bedoeling dat we elke aflevering 2 potjes Free for All spelen. En in die 2 potjes Free for All gaan winnen. En als wij één van die potjes Free for All niet winnen, moeten wij bij het desbetreffende wapen blijven tot vrijdag in dit geval. En dan moeten we het weer opnieuw proberen. Winnen we alle 2 potjes, mogen wij verder door de Assault Rifles heen. En dan zo on, totdat we alle categorieën gehad hebben. Dus de shotguns, de launchers, de snipers, de light machine guns, al dat soort dingen. Die moeten wij proberen te voltooien. En er zit geen tijdslimiet aan van wanneer ik dit klaar moet hebben. Maar ik heb wel een tijdslimiet gezet van, hey, het moet wel voor de volgende Call of Duty gedaan zijn. Dus mocht je het leuk hebben, als je dit leuk vindt, laat natuurlijk even een blauw duimpje achter. En dan gaan we met deze banaan. En we spelen op Combine tegen redelijk wat mensen. Ze kunnen wel iets, dus we moeten er even op letten. Ik word hier gewoon zwaar geploft. Er speelt hier iemand met een MS Garand, die is fucking sterk. Oh. En wij spelen vandaag met de... Ik had hem door de... Ik heb hem weer door de muur volgens mij. Oh nee, toch niet. Oké, en we spelen vandaag dus met de Shiva. Dat is de ene laatste assault rifle die wij nog moeten. En daarna moeten wij nog de M8 en dan zijn wij klaar. Als we nog DLC-wapens krijgen tussendoor, dan kunnen we die altijd nog doen. Achteraf of van tevoren. Dus dat is voor vandaag een beetje de bedoeling, jongens. Het zou moeten lukken. Vorige keer ging het met de Manowar echt super chill. Ik hoop dat het ook met de Shiva zo gaat. Shiva is natuurlijk een heel sterk wapen. Dus dat zou wel moeten lukken. Ah shit, hij nakt mij zo in één kogel. Heel leek wel. Ah, we hebben counter weer via een Jurvie, dus dat is relaxed. We hebben Rapid Fire, Elo en Stok erop. Op de Shiva. Waarom? Omdat het gewoon pure awesomeness is. Kijk hoor, waar ze zijn. Zo is het Tino. Ik mag wel raken zeg. Potverdomme. Hallo. Mag ik nog raak schieten of niet? Dank je. Dankjewel, toppie. Het zou wel chill zijn als het ons makkelijk afgaat. De Shiva is zo'n relaxed wapen, hè. Dat ding is zo sterk. Dat ding is echt niet normaal sterk. Holy shit. Gaan we door? Nee! Ja, oké, lekker. Holy shit, jongen. Ik had een fury kill. Ik had door kunnen gaan, denk ik. Ik had denk ik door kunnen gaan, maar dat maakt niet uit. Zo, hè. Dat was even lekker, man. Lekker begin van deze aflevering, jongen. Holy shit. Hij zit daar achterin. Ik kan hem nu opwachten. Van afstand doe ik het niet. Ik mis ook. Ik deed het wel, maar ik miste alles. Dus dat is niet zo heel handig. Oh. Lekker, let's go. Ik ben zo blij dat die Shiva in, wat, 2-3 kogels killt of zoiets. Van dichtbij 2 kogels. Kijk dan. Dit ding is een beest, gek. Holy shit. Dit ding is echt een beest. Soms is het ook gewoon leuk om zoiets te gebruiken. Niet altijd een... Oh my... Zag je? De hele kamer zat vol, hè? Die hele kamer zat vol. Holy crap. Die hele kamer, man. Freaking Call of Duty spelers, jongen. Ik zweer het. Het is altijd... Op het einde wordt altijd erg met de dag. Holy shit. Jij bent slecht, gast. Jij bent echt... Kijk, het zit helemaal vol hier, hoor. Het zit hier volgens mij echt helemaal vol met die spullen. Easy. En dan de laatste kill hier rechts. Oh nee. Ik dacht ik doe even stoer, weet je. Dat is leuk. Maar nee, dat is niet leuk. En onze laatste kill voor deze... Voor deze potje. Deze potje. Nee, onze laatste kill voor dit potje, jongens. We gaan meteen een tweede potje erachteraan doen. Ik ben benieuwd of we een room kunnen vinden van deze room. Of het is het laatste een beetje moeilijk om rooms te vinden op Call of Duty. Maar dat maakt niet uit. We gaan ons best doen. En dan zie ik jullie zo bij potje nummer 2. Oké, jongens, welkom bij potje nummer 2. Het is de bedoeling dat wij natuurlijk dit potje gaan winnen. Anders moeten wij vrijdag weer verder met de Shiva. Wat ik niet zie aankomen. We spelen op een Nuketown. Ja, dat zou wel in principe moeten lukken eigenlijk. Met de skills die wij hebben. Hallo? What the fuck? Oké! Hoe de hel deed jij dat? Oh, zo dus. Ja, ik zag hem niet. In ieder geval, dat zou dus moeten lukken met de skills die wij hebben voor Call of Duty. Nuketown is wel een fast-paced map waar jij het liefst een submachine gun wil gebruiken. En ik wil heel graag een Shiva erin gebruiken. Gewoon omdat het kan. En omdat het moet, by the way.
Want we hebben een submachine. Ga je me nou met kill snak? Wauw. Kijk, daarom wil je dus een freaking submachine kunnen hebben in deze map. Nou, ik zie allemaal dingen. Zie ik gewoon. Ik zie allemaal dingen, jongens. Oh my god. Hoe dan? Ik kijk net die kant op. En hij spawnde er niet. En dan loop ik weg. En jij zit te campen. Gadverdamme. Dat meen je niet. Wordt het zo'n potje? Nuketown, hè? Dus de spawns zijn sowieso verneukt. Oh, jij hebt een freaking sinus op je Vesper zitten. Nee, rot op. Fucking hell, er worden twee kills van me genakt, hè. Holy shit. Oh. Yep. Dit is gewoon geen map voor een freaking assault rifle, jongen. En anders moet je gaan campen. Ik kan echt niet van ver aimen, jongen. Dan vind ik mijn aim al... Ah, oh, gadverdamme. Vies. Ja, ik was ook aan het campen, hoor. Oh. Yeah. Ga eens rondlopen op deze map, jongens. Holy shit. Oh my god. Wauw. Echt waar. Wordt het zo'n potje dat niemand wat gaat lopen. Maar echt op één plek blijft staan. Dat meen je niet. Ik loop zelfs rond met mijn assault rifle, jongens. Een assault rifle. Die semi... Oh, oh my. En daar klank mijn kinetic armen er ook nog in. Ah, de sukkel heeft zichzelf ook nog gekild. Lekker voor hem. Sukkel. Kom alsjeblieft. Dankjewel. Jou hoorde ik. En ik hoorde nog één lopen. Ja. Mijn kill op de onderen. Doei. Spant hier nog één. Oh nee, toch niet. Er zit hier rechts één van me. Tijd verpest. Oh! Ja, ik zag jou ook hoor. Ik loop even weg. Want ik weet niet of ze achter me spannen. Dat is het irritante nu. Dit is heel irritant. Want ze spannen op de plekken die ik niet wil. Jezus, ik ga echt... Ik ga nu al te... Wow. Sloom. Oh my god, waar kom jij dan opeens vandaan, gast? Crap. Het lijkt net of die mensen alleen mij zien, joh. Jezus. Oh my god. Rekt. Het is beter als je eventjes al inzoomt. Ah, ik werd door de muur en van voor, gast. Ja... Shit, staat dat ding ervoor. Oh, alle kleine dingetjes irriteren mij nu opnieuw, trouwens, zeg. Holy shit. Dat moet niet gebeuren, hè. Tuurlijk, nog een keer mijn kill, joh. Nee, opdon. Nou, weer mijn kill. Het is ongelooflijk, jongen. Dit potje worden al mijn kills gewoon genakt. For fuck's sake. You're kidding me, right? Alsjeblieft. Dit staat nergens op nu. Yo, hey, maat. What the fuck? Kijk, niet spawntrappen, opdonderen. Gore pleurenslaaiers. Ik wou het zeggen, niemand in het midden. Ai, jullie zijn zo zielig. Ze gebruiken fucking silencers, man. Houd toch op, joh. Houd toch op. En dan laat je jezelf wel zien. Ik heb zoveel pech, hè, dit potje. Ik zweer het je. Dank je. Wou je mezelf nog laten zien? Dank je. Freaking hell. Are you... En dan komt er weer zo'n zielig jochie met zo'n silencer. Potjandori. Hond. Rot op. Rot op. What the fuck? Kom maar. Mietje! What the fuck! Dit slaat echt nergens op dit. Dit slaat echt nergens op dit. Ja, ik weet niet meer waar ze vandaan komen, jongen. Even serieus. Ik had er nog bijna ook, jongen. Godste kleren! Goor pleuris, jongen, dat jij er rondloopt. Maakt niet uit. Maakt eigenlijk wel uit, want dit vind ik dus scheid irritant, hè, zulke mensen. What the fuck is dit, man, voor kill? Ja, anyway, maakt niet uit, jongens, maakt niet uit. We moeten vrijdag dus weer proberen met de Shiva te winnen. We hadden het makkelijk kunnen winnen, dat zeg ik echt eerlijk. We hadden hem echt heel erg makkelijk kunnen winnen, maar al mijn kills werden genakt. Allemaal bullshit was er weer bij. En ja, ik blijf altijd klagen over bullshit in dit spel, maar het is altijd wel een beetje zo, vind ik.
mijn mening. Maar jongens, mocht je dit leuk hebben, laat natuurlijk van een blauw duimpje achter weer. Nu mijn kanaal, check natuurlijk mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En dan zit ik weer bij een volgende video. En hopelijk weer bij een nieuwe aflevering van The Gunsmith. Later jongens.